Hallo, we zijn gekomen bij SOM 19 van Natuurkunde Eindexamen Milo 2007. Er zijn twee beweringen aangegeven. Onderzoek de juistheid van de volgende beweringen over een thermosfles. Bewering 1 zegt: als een warme vloeistof in een thermosfles wordt gedaan, blijft die lang warm. Is het waar of niet waar? Wel, als we deze bewering gaan analyseren, test het bij jezelf. Je bent ooit naar school gegaan met een thermosfles. Ja, je hebt misschien een thee erin gedaan of een koffie. Of je brengt het naar het werk. Je zet het in een thermosfles, je maakt het dicht. En wat blijkt, hij blijft inderdaad lang warm. Dus bewering 1 is waar. Bewering 2. Als een koude vloeistof in een thermosfles wordt gedaan, blijft die lang koud. Zet een koude stroop of soft in een thermosfles en maak het dicht. Hij blijft inderdaad ook lang koud, toch? En het antwoord van die som is C, bewering 1 en 2 zijn beide juist. Dankjewel.